zijn we weer. Met een zeer gevoelig onderwerp. We hebben te pakken een heet hangijzer. Want op het forum wordt er gepraat over paaldansen voor kinderen. Ook dat is aan de hand, lieve vrienden, inmiddels. In Nederland zijn er gewoon kinderen van 9 aan het paaldansen. En dan wordt er gevraagd, is dat nou erotisch of niet? Nou, kijk, ik word er niet opgewonden van. Maar er zijn vrouwen die zeggen, ja luister, het is wel met strakke pakjes. Kortom, er is een discussie op het forum gaande over paaldansen voor kinderen. En er zijn vrouwen die zeggen, ja, het is een soort turnen eigenlijk, hè. En wat dat betreft, er zijn heel veel meisjes van 9 die turnen. Die hebben ook strakke pakjes aan. Die springen over balken heen. En nu klimmen ze dan in een paal. En inderdaad, daar zouden mensen opgewonden van kunnen raken. Maar die mensen zijn natuurlijk niet helemaal goed bij hun hoofd. Nee, het is uiteindelijk helemaal niet erotisch. Maar moeten we wel zo eerlijk zijn dat het pad van de paaldanseres leidt uiteindelijk wel naar een erotische omgeving. Daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat is gewoon aan de hand. Het is natuurlijk nog niet voorgekomen in de geschiedenis dat er ergens op een kantoor in een bedrijf wordt gezegd, goh, we komen 1 miljoen tekort op de begroting, wat moeten we doen? Nou, laten we het even vragen aan de paaldanseres. Nee, dat is niet aan de hand. Waarschijnlijk gaan ze 's avonds naar een club waar een paaldanseres aan het werk is. Tuurlijk, paaldanseressen kunnen nog veel meer. Dat weet ik ook. Ze kunnen heel lenig in de paal klimmen. Dus je kunt bijvoorbeeld lampenverwisselaar worden bij de lantaarnpalenfirma. Of je moet ergens vlaggen ophangen. Nou, als je wil dat je dochter in zo'n soort omgeving terechtkomt, vooral doen. En voor al die andere moeders zou ik willen zeggen, doe ze gewoon op volleybal. Of korfbal, voettennis, hockey. Gewoon iets met een bal. Niet met een paal. Dat is eigenlijk helemaal niks. Hoe lang ik erover nadenkt, gewoon niet doen. Ik ga naar die hoek van de fabriek. Ga ik naartoe. De grapjesfabriek van de FIFA.